Welkom terug op mijn kanaal. Het is alweer eventjes geleden dat ik een video maakte speciaal voor YouTube. En ik dacht, wat ik ga doen vandaag is een soort van, in het Amerikaans noemen ze zo'n chatty kletsen video maken. Waarin ik een aantal pagina's gewoon ga afmaken in mijn journals. Omdat ik heb nog een aantal dingen die ik nog niet helemaal af heb. Waar ik wel wat fotootjes voor heb. Dus ik dacht, misschien vinden jullie het wel leuk om te zien hoe ik daar dan mee verder ga. En dit is dus super irritant. Bij de buren zijn ze duidelijk iets aan het maken. Dus ik heb besloten dat ik maar een voice-over ga doen over deze video. Maar ik wilde wel even de introductie alvast op deze manier filmen. Dus dan weten jullie wat de bedoeling is. Ik ga gewoon wat gezellig kletsen. Even over de afgelopen periode. Ja joh. Hou op. Ik ga dus kletsen over de afgelopen periode. De dingen die nog op stapel staan. Waar ik mee bezig ben. Gewoon even jullie gezellig bijpraten over alles. En ondertussen lekker aan de slag. Dus kijk gezellig met me mee zou ik zeggen. En ik ga dus eerst in dit journal werken. Dit is mijn standaard formaat Traveler's Notebook. Met het Traveler's Company Lightweight Paper waar ik op aan het werk ben op dit moment. Ik heb dus eventjes mijn Strathmore Visual Journal met mixed media papier weer ingeruild voor dit formaat. Dit is toch het formaat waar ik eigenlijk altijd wel trouw aan blijf. Al moet ik zeggen dat bij het Strathmore Visual Journal ontzettend goed is bevallen. Maar goed, nu ben ik dus even in dit journal aan het werk. En waar zal ik mee beginnen? Eerst eventjes misschien om te vertellen dat ik de afgelopen periode ontzettend druk ben geweest met het geven van live workshops, voorbereidingen daarop, mijn collage sheets maken, alles wat er komt kijken om gewoon op zakengebied ook alles te regelen, omdat het natuurlijk voor mij nog allemaal vrij nieuw is, maar daarnaast ook gewoon het gewone leven, zullen we maar zeggen. Ik doe dit niet als mijn baan, het journalen. Dat is niet zeg maar mijn hoofdinkomen. Dat moet ik op een andere manier verdienen. En dat doe ik met een hele toffe baan als beleidsadviseur bij de gemeente. En daar heb ik een vrij pittig dossier. En daarnaast met de nieuwe coalities die gevormd zijn, is dat een drukke periode die er weer aan zit te komen. Dus in die zin verveel ik me totaal niet. Maar ik vind het ook wel natuurlijk heel leuk om heel veel aandacht te kunnen besteden aan mijn journaling en het maken van video's. Alleen dat schiet er dan wel eens bij in. Zeker omdat ik misschien nog wel het allerbelangrijkste vind dat ik veel tijd kan besteden aan en met Kai. Omdat hij is nu nog klein en hij vindt het nu nog super leuk om alles ook samen te doen. Dus die tijd wil ik natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Hier zie je trouwens dat ik wat woordstripjes op aan het plakken ben. Dat doe ik de laatste tijd wel vaker. Dat zijn woordjes die ik zelf op een zwarte achtergrond heb afgedrukt. En dat maakt het en makkelijk, want ik ben er vrij snel doorheen. Dus ik vind het wel fijn dat ik nu zo zelf eventjes gemaakt heb. En ze dus te pas en te onpas kan gebruiken in mijn journal op deze manier. Zo, die eerste spread vind ik eigenlijk wel leuk geworden. Dus die is klaar. Ik wil nu doorgaan naar deze, waar ik dus gisteren al wat watercolor op heb geplopt. Ik heb in de tussentijd ook even een kopje koffie voor mezelf gemaakt. Want dan is het leven pas echt compleet.
Tenminste, in dit gezin wordt wel graag koffie gedronken. Mijn camera die filmt altijd voor een bepaalde periode en dan stopt hij er gewoon even mee. Volgens mij heb ik er bijna alles opgekregen, behalve wat van die witte puntjes die ik met de gelpen heb gedaan. En ik heb hier nog een stukje tape geplakt. Oh ja, en ik heb die Friday, daar heb ik een Dymo label overheen gemaakt. En ik vond dat toch niet mooi geschreven. En op de een of andere manier op die op dat cardstock, als ik daarop schrijf met mijn vulpen. En mijn vulpen schrijft eigenlijk met die watervaste inkt bijna overal op. Maar op die op dat cardstock is dat gewoon niet zo fijn om daarop te schrijven. Dat is toch niet hetzelfde dan op gewoon mijn journaling papier. Dus daar heb ik even wat overheen geplakt. En ja, nu is deze pagina's zijn nu wel klaar om op te journalen. En wat ik nu heb is eigenlijk van één week, door die tip in, zeg maar, die ik erin gemaakt heb, heb ik hier de maandag, dit is de woensdag en dit was de vrijdag. Dus nu heb ik 3 dagen eigenlijk gecombineerd in één spread. En aangezien ik gewoon voortaan wat minder tijd heb om echt uitgebreid van alle dagen te journalen en ook niet meer de zin heb. Ik merk wel nu Kai wat ouder wordt dat de foto's maken ook wel minder wordt en heel veel dingen anders hetzelfde zijn. Dus ik voel me niet meer zo verplicht om echt van alle dagen een uitgebreide spread te maken. Maar ik vind het wel leuk om het op deze manier vast te leggen. Dus nu ga ik over naar deze spread en die was van het weekend. En ik wil deze wel van de zaterdag maken. En daar heb ik wat foto's van eten. Want hey, dat vinden wij ook wel erg belangrijk. En nog wat fotootjes die ik maakte van buiten. En van Kai die zijn eerste Lego ding helemaal alleen in elkaar ging zetten. Dus dat wil ik hierin gaan verwerken. Ik heb nog niet echt een idee over hoe ik dat wil gaan doen. Misschien dat ik nog wel weer wat journaling of collage stukjes van anderen daarin ga verwerken. Vind ik ook wel leuk om aan jullie te laten zien. Want ik bedoel, met mijn eigen sheets kan het natuurlijk ook heel erg goed. Maar ik vind het ook wel leuk om in mijn journals dus spulletjes van anderen te gebruiken. Dus we gaan nu over naar deze pagina. Waar ik ook wel wat weer met stempels wil werken. Dat is ook alweer een tijdje geleden. En ik vind dit roze. En dan heb ik laatst een keertje Radiant Neon Pigment Inkt besteld. Van Tsukineko. Nou, in elk geval, ik moest bij de groothandel bestellen voor workshops. En toen zag ik deze en ik dacht, die wil ik uitproberen. Ik hou sowieso van dat felle roze en zo. Dus is wel heel leuk om op deze achtergrond. Dan kan ik het namelijk toch nog makkelijk overheen schrijven. Dus dat is wel een aanradertje. Jullie gaan het meemaken. Ik ga weer over naar de voice-over. Ik ga lekker koffie drinken, journalen. En ondertussen, want ja, ik doe dat allemaal tegelijk, heb ik een melding gekregen dat Courtney Diaz, Little Raven Inc., een nieuwe video op haar YouTube kanaal heeft gezet. Dus meestal ben ik zelf ook, als ik aan het journal ben, een YouTube video van iemand anders aan het kijken. En dan kijk ik niet eens, zeg maar. Het is meer het geluid wat ik dan fijn vind om me heen te hebben. Ik weet niet of jullie dat eigenlijk ook doen. Ben ik wel benieuwd naar. Misschien zitten jullie nu wel mijn video te luisteren, kijken. En ondertussen ook te journalen. Laat me zeker even weten hoe dat jullie dat doen. Ik ga eventjes wat prulletjes hier van mijn bureau weghalen. Zodat ik aan mijn volgende pagina kan beginnen. Dus kijk gezellig weer mee. En terwijl ik dus verder ga in mijn notebook met deze stempels van DLS Design. Die ik heel fijn vind om in de achtergrond te gebruiken. Kan ik jullie in elk geval vertellen dat er allemaal leuke dingen op de planningen staan. Voor mij in elk geval. Ik geef natuurlijk een aantal super coole live workshops bij Juts Voederer in Helmond. Wat een prachtige kunstenaarsbenodigdhedenwinkel is. En die een super mooie ruimte heeft voor mij om mijn workshops te geven. Ze heeft een mooie lange tafel in de winkel die gewoon super, super fijn is om aan te mogen werken. En daarnaast is het
ja, gewoon een hele toffe omgeving om tussen al die verfjes en inktjes te mogen workshoppen, vind ik. Je ziet hier een collage sheet item van Courtney Diaz voorbij komen. En dan ga ik vervolgens verder met mijn zigmarkers. Maar naast de live workshops geef ik natuurlijk ook samen met Martine Rijnbeek de vakantieworkshop, het werken in je Traveler's Notebook voor de vakantie. Dat is een online workshop die 6 weken duurt en waar we inmiddels ook een aantal super mooie inserts bij hebben ontwikkeld. En een workshop kit bij te bestellen is. Dus als je daar meer info over wilt, dan verwijs ik je zeker ook eventjes naar de website van Martine. En ik ga hieronder alles linken. De site van Martine, de Facebookpagina van Jutsvoederer en natuurlijk ook mijn eigen website waar van alles over de workshops te vinden is. En alsof dat nog niet genoeg is, ga ik op 23 en 24 juni ook nog workshops geven op het Passion for Planners event. Een super cool nieuw event in de Broodfabriek in Rijswijk. En ik ben daar 2 dagen aanwezig en geef in totaal 6 workshops. En er is nog wel ruimte, niet bij allemaal, maar er is nog wel ruimte bij een aantal workshops. Dus als je daar interesse in hebt, ga dan zeker kijken. En mocht je op dit moment dat deze video live komt, geïnteresseerd zijn, dan kijk zeker ook even op mijn Instagram, want daar loopt een hele leuke winactie waarin je toegangskaarten en 2 workshop tickets kunt winnen. Dus dat is ook heel erg cool. Dus dat is, ja, dat is in elk geval wat er de komende periode, of eigenlijk de komende maand al aan zit te komen. En daarnaast kan ik jullie wel al een beetje vertellen dat ik in het najaar ook aanwezig zal zijn bij Paper Passion. En dan geloof ik dat ik mijn beurzen voor dit jaar wel een beetje rond heb. Er gaat natuurlijk best veel voorbereiding in zitten, maar het is ontzettend leuk om te doen en iedereen live te kunnen zien. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden en dat jullie zeker even langskomen. Of mij in elk geval gedag komen zeggen op het moment dat je bij een van de beurzen bent of als bezoeker aanwezig bent. En met deze pagina die ik nu wel klaar vind om weer op te kunnen journalen, wil ik eigenlijk deze video ook gaan afsluiten. Het is me helaas niet gelukt om de pagina in het andere journal ook nog verder af te maken. Maar ik denk dat de video nu wel eventjes lang genoeg heeft geduurd. En dat jullie misschien mij wel een beetje beu zijn geworden inmiddels. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een keer een video zoals deze van mij te zien. En ik zie je natuurlijk heel graag weer bij een volgende YouTube video of tijdens een van de workshops. Bedankt voor het kijken. Doei!